In heel wat kerken in België vind je een beeld van de Heilige Rita. De Heilige Rita van Cassia. Het is een hele populaire heilige. Het is een beetje afhankelijk van het land waarin je, je bevindt. Maar zeker hier in België vind je heel wat beelden en ook kapellen die toegewijd zijn aan de Heilige Rita. Wie was die Heilige Rita? Daar ga ik iets over vertellen. Laten we eerst beginnen bij haar feestdag. Dat is 22 mei. En aan die feestdag zijn bijzondere dingen verbonden. Namelijk, op die feestdag worden ook rozen gezegend. namelijk een heel bijzonder gebruik, die verbonden zijn met het leven van de heilige Rita. De heilige Rita wordt ook aangeroepen als patrones van de onmogelijke zaken. Hoe dat. Met het verhaal te maken heeft, zal ik ook verder vertellen. En als je de heilige Rita ziet, dan is ze afgebeeld in een zwart kloosterkleed. Ze was een zuster, maar ze was ook moeder tegelijkertijd, echtgenote. Dus ze heeft alle kanten en alle facetten van het leven gekend. En als je haar ziet, dan zie je dat ze afgebeeld is met het kruis in haar handen, met een splinter van de Donenkroon in haar voorhoofd en soms zie je op haar kloosterkleed ook bijen afgebeeld. Allemaal tekens die te maken hebben met haar levensverhaal. Rita wordt geboren in het jaar 1373 in het dorpje Rocca Porena in Italië. Dat ligt ook in de buurt van Cassia, waar ze naar genoemd is later. Cassia is op dit moment een Klein stadje, ongeveer 3000 inwoners, ligt in Umbrië in het midden van Italië, ongeveer op 600 meter hoogte. En Roccaporena was ook in de middeleeuwen een heel klein dorpje, eigenlijk 200, 300 inwoners. Haar ouders zijn redelijk welgesteld, hebben wat landerijen en daar begint dan meteen het verhaal, omdat Rita wordt als babytje, ligt ze te slapen terwijl haar ouders aan het werk zijn... En bijen gaan haar mond in en uit. En die bijen doen haar niks, maar het lijkt wel of ze honing leggen in haar mond. Dat is al een eerste teken dat iets bijzonders gaat gebeuren in het leven van Rita. Hoewel Rita een religieus leven zal willen leiden, wordt ze toch uitgehuwelijkt op haar veertiende aan Paolo Mancini. Paolo hoort bij een grote familie in Cassia en is officier in het garnizoen. Het is nog een opvliegende man die het zwaard los in de schede heeft liggen. Ze krijgen twee zonen. En die twee zonen, een tweeling, die hebben hetzelfde karakter als vader. Makkelijk bereid het vechten, instaan voor een recht en het uh, geweld ook niet schuwen. Op een kware dag is Paolo op weg. Raakt hij wat verdwaald en valt in een hinderlaag. Zijn overvallers doden hem. En hoewel, als iedereen weet welke familie daarvoor verantwoordelijk is, is Rita niet bereid om wraak te nemen, maar zoekt juist vergeving. Die vergeving is echter niet besteed aan haar twee zoontjes, Gian Giacomo en Paolo, die willen wraak nemen op de dood van hun vader. Maar dan komt er een ziekte in het dorp, en een jaar na de dood van hun vader sterven ze ook beide. De heilige Rita had ook gebeden dat het toch niet zou gebeuren dat deze twee jongens wraak zouden nemen op de moord van hun vader. Rita is een vredestichtster, maar nu zonder man en zonder kinderen. En er komt het oude verlangen om God te dienen als religieuze weer naar boven. Ze gaat naar de Augustinesse in Cassia en vraagt of ze mag intreden, hoewel ze al een heel stuk ouder is dan de meeste zusters die intreden. Ze neemt de meest eenvoudige taakjes op zich, moet ook leren als wat oudere vrouw ook zich niet te hoog te achten, maar aanvaardt het met geduld het lijden van het verlies van haar kinderen en van haar man wat ze naar huwelijk heeft gehad dat blijft ook en ze zal ook een patroon zijn van alle mensen die lijden op hun pad krijgen. Ze beschouwt het lijden van Christus zeer intens. En dan op een avond als ze aan het bidden is, als zo intens aan het nadenken is over het lijden van Christus Tijdens een visioen komt er dan een doorn van de kroon van Jezus van het Kruis. diep in haar voorhoofd. en verwondt haar daarmee. Een wond die blijft. Maar ook een wond die blijft etteren en stinken. En zelfs de zusters die krijgen een hekel aan haar. want overal waar ze in de buurt zijn. dan, dan, dan is dan de, de geur van een etterende wonde. En daarom moet ze ook vaak alleen op haar kamer haar maaltijd gebruiken of alleen daar bidden, omdat het eigenlijk haast onverdraaglijk is om in haar buurt te zijn. En toch aanvaardt Rita dat blijmoedigheid en met geloof. Als Rita ouder is, wordt ze ziek en dan vraagt ze op haar ziekbed aan haar nicht om nog één keer naar haar huis te gaan in rocca Parena, om daar op zoek te gaan naar vijgen en naar een roos. Maar het is januari. Maar toch gaat die nicht. En de nicht vindt daar in de tuin van haar huisje een roos. En brengt die roos naar de Heilige Rita toe. En dat is ook een teken van de liefde van God die in het lijden op haar afkomt. Het teken van de donenkroon wat ze krijgt op Goede Vrijdag 1432. De rozen, ze horen bij de Heilige Rita. En op 22 mei 1447 overlijdt ze uiteindelijk. Omringd met lijden, maar tegelijkertijd straalt haar gezicht ook alsof de deuren van de hemel voor haar openstaan. En daarmee is de heilige Rita ook een heilige voor die onmogelijke zaken. Want wat betekent dat dan ook in een tijd als de onze? Uiteindelijk ook heel veel geduld. Geduld in haar huwelijk, geduld ook om in het verdriet van het overlijden van haar man, geen wraak te nemen door haar zoons. Het geduld in het lijden wat op haar pad komt, ook te midden van haar eigen medezusters. Geduld en vertrouwen op God, die het onmogelijke in mensen mogelijk kan maken. En zo steken heel wat mensen iedere dag in een of andere Rita-kapel. Of die nu hier staat in Heverlee, of die nou staat in Boerje... Of het nu staat in Gent of in een of andere kerk, heel wat mensen steken een kaasje aan bij de heilige Rita. En ze vragen haar om voor haar te bidden. Om intenties die onmogelijk lijken. Voor een examen. Voor inderdaad een moeilijk huwelijk. Of vriendschap die moeizaam gaat. Of de dingen die gewoon moeilijk gaan in je eigen leven. Heilige Rita mag daar een voorspraak voor zijn.